Universiteit van Nederland. Legt uit. Hoe krijgt kauwgom een liedje uit je hoofd? Ja, dit is zo'n echte, hè? Zo'n echte oorworm. Zo'n liedje wat maar in je hoofd blijft zitten, terwijl je daar totaal niet op zit te wachten. En wat er ook niet uitgaat. Nou, bijna iedereen zegt wel zo'n oorworm te ervaren. 98% die weet precies waar ik het nu over heb. En bij 2 of 3 mensen gebeurt het ook wekelijks. Het komt iets vaker voor als je moe bent of heel erg gestrest. En dat liedje wat maar in je hoofd blijft rondzingen, dat duurt ongeveer tussen de 15 en 30 seconden. En dan begint dat stukje weer opnieuw. En dat kan wel minuten tot uren duren voordat je er vanaf bent. Maar hoe kom je er nou vanaf? Dat is een hele goede tip voor. Kauwgom kauwen. Nou, dat we liedjes kunnen onthouden heeft heel veel te maken met hoe ons brein informatie verwerkt. En dan met name muziek, taal en ritme. Stel je nou eens voor dat we nu in ons brein zitten. Dan zitten natuurlijk allerlei onderdelen, gebieden die te maken hebben met het verwerken van geluid. Bijvoorbeeld de auditieve hersenschors. Dat gebied zorgt ervoor dat de signalen die via onze oren binnenkomen in ons brein worden verwerkt. Een ander gebied, de nucleus accumbens, mooi woord, is ons genotsgebied. Zorgt ervoor dat we genot en plezier kunnen ervaren. En dus ook dat we het fijn vinden om naar muziek te luisteren. En natuurlijk de motorische hersenschors. Het gebied wat ervoor zorgt dat we onze spieren kunnen aansturen. En er zit ook nog ergens in ons brein, kun je wat minder makkelijk aanwijzen waar precies. Een gebied wat ervoor zorgt dat we een werkgeheugen hebben. Nou, en dat werkgeheugen, dat is een plek in je hersenen waar je informatie even kunt parkeren, die je er echt even bij moet houden. Stel je voor, je bent even op weg naar de supermarkt omdat je spaghetti, boter en pindakaas nodig hebt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je op weg naar de winkel denkt, waar ben ik nou ook alweer op weg naartoe en wat had ik ook alweer nodig? Dus in je hersenen, in dat werkgeheugen, stop je als het ware het idee van die spaghetti, die boter en natuurlijk de pindakaas. Nou, en dat werkgeheugen, dat heeft een heel bijzonder, grappig trucje om die boodschappen te onthouden. Je maakt namelijk gebruik van wat we met een mooi woord noemen de fonologische loop. Spaghetti, boter, pinda. Dat wil zeggen, als het ware, stilletjes in je hoofd tegen jezelf blijven praten. Steeds min of meer dezelfde dingen herhalen. En dan blijf je eraan denken. Super slim. Spaghetti, boter. Nou, en soms wordt ook je echte spraak actief. En dan ga je dus hardop tegen jezelf praten over die dingen die in je werkgeheugen zitten. Spaghetti, boter, pindakaas. Spaghetti, boter. Nou, ben je in de supermarkt aangekomen? Heb je je spaghetti, je boter en je pindakaas gekocht? Is je taak voltooid? En dan kan je werkgeheugen iets anders gaan doen. De spaghetti, boter en pindakaas verdwijnen uit je werkgeheugen. En je kan wel lekker aan andere dingen gaan denken. Het essentiële punt van dit voorbeeld over die boodschap is dat die taak, dus als al die spullen in je boodschappentas zitten, afgerond is. De inhoud van je werkgeheugen wordt gewist als iets klaar is. En muziek zit ook boordevol met ritme en herhaling. Neem die vogeltjesdans, dat melodietje blijft maar terugkomen. Nou, alsof ons werkgeheugen ervoor gemaakt is, slurpt het een stuk van dat liedje op in die fonologische loop. 15 tot 30 seconden maar liefst. En dat blijft rondzingen in je hoofd. En dat komt er ook niet uit. Dat werkgeheugen wordt niet gewist, omdat het geen taak is die op een gegeven moment klaar is. Die fonologische loop, dat deel van je werkgeheugen, werkt ontzettend nauw samen met je motorische hersenschors. Dat deel van het brein wat zorgt voor de aansturing van, in dit geval, je kaak, mond en keelspieren. Nou, als die spieraansturing nou de hele tijd de input vogeltjesdans krijgt, dan kunnen ze ook echt aan het werk gezet worden. Dan ga je dus hardop meezingen met dat liedje wat je in je hoofd hoort. En dan komt nu die kauwgom erbij. Want dat contact van die motorische hersenschors met aan de ene kant dat werkgeheugen, die fonologische loop, en aan de andere kant die spraakspieren, dat contact werkt 2 kanten op. En daar kun je heel slim gebruik van maken om van zo'n irritante muzikale oorworm af te komen. Als je kauwgom kauwt, dan zijn die kaakspieren eigenlijk continu in beweging. En ook dat wordt aangestuurd door precies diezelfde motorische hersenschors. En die zegt eigenlijk tegen je kaak, ga op en neer. En tegen je tong beweegt die kauwgom van links naar rechts in je mond. En tegen je lippen, blijf op elkaar zitten, want anders ziet het er zo onsmakelijk uit. Voordat jij die kauwgom in je mond stopte, zorgde hij ervoor dat je dat liedje in je hoofd tegen jezelf bleef zingen, stilletjes. Maar het kan geen 2 dingen tegelijk. Nu is die hersenschors druk bezig om jouw kaken te laten bewegen, om die kauwgom te kauwen. Daardoor kan hij er niet meer voor zorgen dat je dat liedje tegen jezelf zingt. Het liedje stopt en het verdwijnt uit je werkgeheugen. Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dit liedje nooit meer in je hoofd zal hebben. Maar voor nu ben je er waarschijnlijk vanaf. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie gingen er elke dag 1000 mensen aan dood. Terwijl als je dit nu krijgt, het vaak niet meer is dan een verkoudheidje.
Hoe kan dat? Ik ben Lieke de Frankrijker, infectioloog, en in de volgende aflevering leg ik uit hoe dat zit.